Deze vrouw stelde kritische vragen bij Pwned en werkt inmiddels al meerdere jaren bij 1Vandaag. Daarnaast dook ze voor haar docu's in de wereld van de prostitutie. Deze week in het bonusprogramma. Janneke van den Bergen. Laten we beginnen! Aanstormend journaliste, Janneke van den Bergen. Hallo, hallo. Welkom. Dat heb ik nou nog nooit gedaan in mijn carrière. Een showtrap afgewandeld. Nou, fijn dat je er bent in ieder geval. Top. Hoe gaat het met je? Goed. Ik ben heel druk met de laatste hand te leggen aan een nieuwe documentaire serie die 7 april op televisie komt. Dus laatste opnames, voice-overtjes, dat soort dingen. Ja, wat goed. Ja, nieuwe docu-serie komt eraan inderdaad. Ja. Laten we het verder hebben over jouw carrière, de journalistieke carrière. Laten we beginnen bij het begin. Je bent begonnen met een rechtenstudie. Je hebt het geprobeerd. 2 colleges. Ja. Maar dat moeten we niet zeggen. Je hebt het geprobeerd. Nee, ik heb het geprobeerd. En dan toen het tussenjaar. En ben toen via vriendin bij communicatiewetenschappen gekomen. Ja. Is die passie van de journalistiek dan gaandeweg gekomen? Hoe is dat? Nou, ik wist altijd dat ik heel graag wilde schrijven. Mijn oom die was hoofdredacteur van de Telegraaf. En in de tijd dat de Telegraaf nog best wel een redelijke krant was. Ik weet niet of ik dat hier mag zeggen, maar toch niet zo heel niet erg meer. Politiek gekleurd. Wat meer middenkrant. Mm-hmm. En dus ik vond dat altijd heel erg leuk om van hem mee te krijgen, dat werk. En het schrijven, dat deed ik al van kleins af aan. Maakte ik al boekjes en tijdschriftjes en zo. Alleen toch ben ik rechten gaan studeren, want dat was ook een kant in mijn familie. Mijn opa was hoogleraar Romeins recht, allemaal advocaten, dus maar goed. Na 2 colleges dacht ik nee. En in communicatiewetenschap, en ik wilde wel graag een universitaire studie doen, vond ik leuk. En in communicatiewetenschap vond ik eigenlijk zowel het journalistieke aspect als het wetenschappelijke, achter nieuws en publieke opinie en hoe dat soort dingen allemaal werken. Dus dat vond ik ontzettend leuk. Terug, journalistiek herkende je. Ja. Je hebt lang in de schrijvende journalistiek gewerkt. 10 jaar onder andere voor de pers en HP De Tijd. Ja. Wat trok jou dan zo erg in de schrijvende journalistiek? Je zegt vanaf jongs af aan al, maar wat vond je zo leuk? Nou ja, ik vind het schrijven op zich vind ik heel erg leuk. En ik hou van actualiteit. Dat spreekt voor zich. Daarom ben ik ook journalist geworden. Mm. En dat vind ik eigenlijk een hele belangrijke tip die ik altijd geef aan studenten. Ik heb in mijn studie 4 stages uiteindelijk gelopen. Want ik dacht, ik vond de televisiewereld interessant en ik wilde graag schrijven. Dus ik heb stage gelopen bij Sixpack, waar Sophie Hilbrand ooit begonnen is. En bij de talkshow van Bo van Erfdons destijds, dus heel lang geleden. Bo heette dat. En ik vond het allebei zo vreselijk dat ik dacht, in deze wereld wil ik echt nooit terechtkomen. Dus toen ben ik daar weggegaan en ik dacht, dit is niks voor mij. Ik wil schrijven, de televisiewereld. Ja. En toen ben ik stage gaan lopen bij Marie Claire en bij HP De Tijd. En bij HP De Tijd vond ik het helemaal. Dan dacht ik, dit is echt, dit vind ik helemaal te gek. Het was een tijd waarin nog iets meer kon in de geschreven media. En ik kreeg heel veel vrijheid. Ik mocht meteen heel veel dingen doen terwijl ik nog stagiair was. En ik ben er eigenlijk altijd gebleven. Dus ik heb daar uiteindelijk 6 jaar of nog langer zelfs gewerkt. En voor mij waren al die stages in die studie echt een hele mooie manier om te kijken van wat ligt mij wel, wat ligt mij niet. En dat schrijven vond ik fantastisch. Zeker omdat bij HP De Tijd kon je mooie achtergrondverhalen schrijven. Echt langere verhalen, 5 pagina's. Te gek. Ik mocht naar het EK voetbal bijvoorbeeld. Ik wist helemaal niks van voetbal, maar dat soort kansen kreeg ik allemaal. Ja. Dus dat was hartstikke leuk. Dus door die stages, toen kwam je erachter, ik wil heel graag gaan schrijven. Ja. Want filmen, dat vond je niet meteen leuk. Daarvan dacht je, dat wordt hem niet. Met de stages van Bo en Sixpack. Ja. Nadat je jarenlang hebt geschreven, ben je uiteindelijk wel gevraagd voor Pwned. Ja. Wat dus wel ook video is. En toen heb je toch die overstap gemaakt. Ja. Ja, waarom dan toch in één keer wel naar de televisiewereld? Nee, klopt. Het was in 2010. Dus toen was ik wel al een hele tijd aan het schrijven. En ik was wel een beetje uitgetikt. Ik schreef toen bij Dagblad de Pers. En had ik een eigen pagina, De Wereld volgens Koster en Janneke. En die moest ik elke dag vullen. En het was gewoon keihard werk. Het was heel erg leuk. Maar er kon ook veel bij die krant. Maar ik dacht, ik heb echt zin in iets anders. En toen kwam toevallig die vraag. Het programma Pwned. Nu weet ik, ik zie het eerlijk gezegd niet meer. Maar in die tijd was het idee om een nieuwsprogramma te maken voor jongvolwassenen. Om jongvolwassenen, die kijken natuurlijk steeds minder naar het journaal en lezen meer naar de krant. Daar ben ik ook op afgestudeerd. Dus ik heb mijn scriptie
over die vraag geschreven. En dus dat sprak mij heel erg aan. Ik dacht, wauw, we gaan een nieuwsprogramma maken om de jongeren weer beter bij dat nieuws te betrekken. Dat is ook gelukt. Maar ondanks, want je zei wel van het televisiewereldje pakte je niet. Je ging schrijven en toch besloot je om iets met beeld televisie te doen. Ja, klopt. Maar dat was wel echt, dat was wel 8 jaar later. Of ja, een hele tijd later. En wat ik zei, ik werd wel heel erg gegrepen door dat idee. En een nieuwe omroep opstarten is best wel bijzonder natuurlijk om daar deel van uit, uit dus te maken. Dus je dacht, ik pak die kans en ik ga pak die kans, ik ga het doen. Soms moet je gewoon springen. Ja. Soms moet je gewoon denken, oké, weet je, ik ga iets heel geks doen. Ik doe dit. Ja. Ja, laten we even kijken naar jou, naar wat beelden van jou met de roze popkap. Ja, oh ja. 2012 is het jaar van de bil en niemand die dat zo goed weet als onze eigen Sil. Ik wil alleen maar billen zien. Daarom Nederlands eerst. De prooncrackers. Pastry biscuits. De puff pastry biscuits. Big Battenbergs, hier worden genoemd en dat zijn gewoon, zeg jij het eens, reuze mergpijpen. Staat er toch ook gewoon onder? Ja, dat is waar. Euroshopper. Johnny, that's really good. It's fish. Ja. Gaat het toch om een moordenaar? Nee, het gaat... Nee. Waar gaat het over? Het gaat om media, om beeldvorming. Daar gaat het om. Waarom dit dat verkeerd is vermaakt? Nou, laat maar zitten. We toch even over praten, meneer. Lang geleden. Vooral die haring, Hoe heet ze? De jackass in het gezicht. Ja, die was ik al, Nee, het zit allemaal heel ver weg, dit. Ja, we halen het er even omhoog. Ja, heel goed. Ja. Nou, Poont werkt geheel op eigen stijl. Ik quote, uitdagend, dwars als het moet, humoristisch, intelligent en ongecensureerd. Stelling nemen, aanpakken, confronteren, soms shockeren, juichen als we winnen, satirisch of met zelfspot als dat nodig is. Vond jij jezelf destijds hierbij passen? Ja, want wat ik heel belangrijk vond en wat ik ook echt nog steeds vind, wat Poont heel goed heeft gedaan, is het politieke klimaat. En dan heb ik het over de relatie tussen journalisten en politici in Den Haag. Dat hebben ze heel erg opgeschud en ook echt blijvend veranderd. En ik vond dat ook heel erg nodig in die tijd. Ik denk, en voor politici zelf, dat zie je ook wel. Sommigen die vonden het vreselijk en zijn er ook aan ten onder gegaan. Maar er zijn er ook een heleboel die het zagen als een kans om wat meer van zichzelf te laten zien. En tot die tijd was het best normaal voor een politicus om een cassettebandje af te draaien als hij een kritische vraag kreeg, hij of zij. En met de komst van Poont werd dat veranderd. En je ziet dat is doorgecijpeld ook in de mainstream media. De NOS die houdt nu ook interviews waarvan je misschien 10 jaar geleden zou zeggen. Dus die zijn allemaal meer die richting opgeschoven. En dat vind ik een positief iets. Maar je kijkt bijvoorbeeld dan naar die onderwerpen. Maar als je ook kijkt naar de manier van aanpak. Hoe je dan via Poont dan iemand interviewt, heel direct, zeg maar. Denk je dat dat ook bij jou past? Nou, dat is dus op een gegeven moment ook waarom ik daar ben weggegaan. Ik heb er 2 jaar gezeten. Ik had mijn eigen stijl. Dus er werkten natuurlijk allemaal verschillende verslaggevers. En Rutger, en Jan Roos, en Danny Goosen, Daan Nieber. Nou, die hadden allemaal hun eigen stijl. Ik had ook mijn eigen stijl. En inderdaad, dat trappen om het trappen, dat is nooit mijn ding geweest. Ja. Maar ik hou wel van mensen kritisch aan kunnen spreken. Hè? Dus mensen, niet iedereen op straat. Dat vind ik niet hoeven. Maar de mensen die aangesproken mogen worden, dat zijn politici of bestuurders of noem maar op. Nou, die mogen stevig aangesproken worden. Het is natuurlijk een journalistiek platform waarbij dus ook sprake is van brutaliteit en sensatie. Wat voor invloed heeft dat dan op de journalistieke waarde van een omroep? Nou ja, ik kan nu natuurlijk niet meer voor hun spreken, want ik ben daar al heel lang weg. Nee, ik vind, en dat was wat ik zei, daarop, dat is ook de reden voor mij dat ik na 2 jaar dacht, dit is niet mijn plek, want ik hou niet van trappen om het trappen. Het moet geen spelletje worden, het moet wel een doel dienen. En dat vond jij toen? Wat zei je? Dat het een spelletje werd, zeg maar. Vond je nou, dat? Ik op een gegeven moment dacht ik, ja, dit schuift een kant op waar ik me niet meer thuis bij voel. Maar ik heb hele leuke gesprekken gehad. Ik deed elke, dit is de ministerraad, elke vrijdag. Ja, je ziet hoe leuk dit gesprek is. dat was altijd heel, heel erg gezellig. En politici die verheugden zich, de ministers verheugden zich daar ook op. Die belden vaak van, wat is de vraag waarmee, weet je wel, waar staat? En dan zaten ze in hun dienstauto al een leuk antwoord te bedenken. Dat vond ik heel erg leuk. Dat was mijn insteek. Dus vaak met een lach en niet zozeer met een gestrekt been. En soms wel als het nodig was. Maar... Dus je denkt dat het door de jaren heen wel is veranderd als je daar naar kijkt? Absoluut. Ja, wat ik zeg, alle nieuwsmedia zijn meer die kant opgeschoven. Ik zeg niet dat ze letterlijk hebben overgenomen wat Poont deed en doet. Maar het heeft absoluut effect gehad. En ik vind ten goede, als je volksvertegenwoordiger bent, dan moet je in staat zijn
om echte antwoorden te geven. En niet alsmaar, hè, dat gebeurt natuurlijk nog steeds nu vaak, cassettebrandjes afdraaien. Dat is ook je taak als journalist om daarop in te grijpen. En Pont interviewt natuurlijk niet alleen maar volksvertegenwoordigers, ook gewoon. Nee, en dat vind ik ook, dat is wat ik net zei. Dus ik vind dat gelden voor mensen die aangesproken kunnen worden op. Hè, die dus een bepaalde functie hebben en die verantwoordelijkheid hebben in onze samenleving. Of dat nou hoge bazen bij zorgaanbieders zijn, of politici of bestuurders. Maar niet zomaar mensen op straat. Dat is niet waar ik voor sta. Nee. Nou, de kritiek die Poon soms krijgt, kan ook soms overslaan in agressie. Daar hebben we een filmpje van. Hé, hey, meneer! Hou op! Hou op! Ja, jij moet hier weg! Mevrouw! Uw kinderen zien dit, hè? We zijn geduwd, we zijn ons vertrokken. Er werden bijna klappen uitgedeeld. We worden hier bekacheld met stenen, dus het lijkt me wel zaak dat er iemand aankomt, toch? Meneer, waarom gooit u met eieren? We willen gewoon de kaarten terug. Jij krijgt ook zo'n kankhoek op je kankerbed. Jezus, man! Jezus, doe normaal, vent! Wat ben je aan de hand? Jongens, we angstigden. Ja, je zag jezelf niet zoveel in het filmpje. Maar met je collega's gebeurde het wel. Vond je dat eng? Had je daar met deze collega's heb ik allemaal niet samengewerkt. Maar Danny Goosen, er zijn ook beelden van inderdaad, vooral van nu, hoe dat nu eraan toe gaat. Nee, wij hebben natuurlijk ook dat soort dingen meegemaakt. En ja, voor mij ligt kijk, ik vind het belangrijk, en dat is ook iets wat nu natuurlijk heel erg speelt voor journalisten. Die kunnen niet meer met een logo op een bus werken. Die kunnen niet meer, hè, dat zie je in Amerika heel erg opkomen, dat zie je in Nederland ook. En NOS kan niet zomaar meer met een busje van de NOS ergens draaien. Dat vind ik een hele kwalijke zaak. Er is natuurlijk een verschil tussen of je zelf aan het uitlokken bent en dan een reactie krijgt. Daarom vind ik het moeilijk om over deze dingen wat te zeggen. Ja, natuurlijk niet. Maar bijvoorbeeld het fragment waar ik mezelf terugzag, dat toen waren we aan het draaien in Nieuw-West. Dat is gewoon een hele moeilijke plek voor journalisten om te komen. Daar durven de meeste journalisten bijna ook niet meer te draaien. Want eigenlijk op het moment dat je daar komt met een camera, dan krijg je al eieren naar je hoofd. Nou ja, dat is natuurlijk een slechte zaak. Dus in die zin vond ik het wel. Ik ben een paar keer heb ik geprobeerd daar in die wijken een reportage te maken. Dat is moeilijk. Dat heeft dan anderzijds ook te maken, die roze plopkap, die is natuurlijk op een gegeven moment ook een rode lap voor een stier. Dus ja, ik kan me voorstellen dat mensen, die moeder bijvoorbeeld, ik heb geen idee hoor, maar dat je boos wordt. En dat kan ik me ook voorstellen, dat je denkt, ik heb geen zin dat in jou. Dat vraag ik me ook inderdaad af van over dat uitlokken. Denk je dat mensen bijvoorbeeld eerder denken van, ik ga even nu gek doen of slaan omdat ze zo'n roze plopkap zien? Denk je dat het Ja, dat kan wel. Je maakt je wel kwetsbaarder natuurlijk. Als je zelf ook in die rol soms stapt en als je daar te ver in gaat, dan kan je soms een reactie krijgen. Ja. En als je ook bijvoorbeeld kijkt naar interviews van nu, denk je ook niet dat er af en toe wel eens wat meer voor sensatie wordt gegaan, dat er ook echt wel reacties worden uitgelokt, omdat het toch wat beter beeld schetst? Denk je dat het niet gebeurt? Bij Poont bedoel je? Dat vind ik echt moeilijk om te zeggen, want ik zie het echt niet meer. Dus ik geloof vast dat dat gebeurt. Ik denk dat dat op heel veel plekken in de journalistiek gebeurt. Dat zie je ook met clickbait en bepaalde artikelen die op een bepaalde manier worden ingestoken. Er wordt altijd of vaak teruggegrepen op sensatie. Dus in de meeste gevallen vind ik dat niet de beste keuze, zeg maar. Ja, en wat is dan de kracht van Poont? Is het ook dat je juist doorgaat totdat je een antwoord krijgt? Denk je dat dat de kracht is? Dat in sommige gevallen kan dat wel. Je had natuurlijk het fragment met Ella Vogelaar en Rutger. Ik weet niet of jullie dat, daar zijn jullie misschien wat te jong voor, maar Rutger was daar natuurlijk wel een koningin om vragen te blijven stellen. En dan blijf ik toch terugkomen op het feit, als dat gaat over een verantwoordelijk minister of een politicus en die wil geen antwoord geven op een vraag, dan kan je hem soms 5 keer stellen of 10 keer om een punt te maken dat diegene geen antwoord geeft. Daar wordt die persoon voor betaald door ons belastinggeld. Die mensen moeten gewoon in staat zijn om een antwoord te geven. Maar nogmaals, het is wel een verschil of dat over een minister gaat of over een moeder in een... ik weet niet waar ze staat. Maar dat vind ik wel echt een scheidslijn die daartussen zit. Ja, en zijn er ook wel eens dingen die je hebben tegengezeten tijdens je werk daar?
In de zin van of het misging of dat je denkt van nee, dit loopt uit de hand. Je hebt bij Poont gewerkt, je hebt dat je ooit tegengezeten later. Oh, dat ik daar heb gewerkt bedoel je? Ja. Nee, in die zin niet. Want ik ben wel... Kijk, tuurlijk heb ik soms dingen gedaan waar ik nu van denk... Ja, had je dat nou moeten doen? Nee, ik heb bijvoorbeeld een keer een... Volgens mij heb ik een keer een taart laten maken met een Hitler-afdruk erop. Of iets dergelijks. Een afdruk van... Er was een taartenbakker in Amsterdam. En die maakte werkelijk alle taarten die je maar bestelde. Of er nou kinderporno of Hitler of... Noem maar op. Nou, daar kan je van zeggen, dat is misschien twijfelachtig. Maar wij lieten zo'n taart bij haar maken. En vervolgens ging ik haar heel erg achterna zitten. Waarom zij dan die taart... Zo, hè, waarom zij dat deed. En daarvan denk ik achteraf... Ja, nee, dat is een... had echt niet gehoeven. Het heeft me nooit tegengezeten. Want ik heb wel ik heb heel veel geleerd. Ik heb ook heel veel... ik heb ook wel het lef en de durf die ik daar heb meegekregen. Daar heb ik wel altijd wat aan gehad in mijn carrière. En nee, ik ben er niet... ik heb er nooit een nadeel van ondervonden. Maar ik ben ook vrij snel natuurlijk wel weer weggegaan. Maar later ook niet, zeg maar. Je bent er weggegaan en dat mensen dus zien, werkgevers die zien dat je daar hebt gewerkt. Nee, ik heb 5 jaar voor het hele brave Eén Vandaag gewerkt. Dus, dat heeft geholpen. Nee, dat is nooit... Nou, je zegt van niet, maar op de volgende afbeelding, als het goed is, hebben we goed onderzoek gedaan. Jouw LinkedIn, daar staat Poont. Is dat dan expres? Die is wel gelaten. Wat goed. Dus waarom haal je dat dan weg? Ja, ik heb het eigenlijk niet nooit opgezet. Ik kreeg op een gegeven moment van Dagblad de Pers, geloof ik, vorig jaar felicitaties. Wat is leuk dat je al 12 jaar bij de pers werkt. Dus toen heb ik dat Afro-ding erbij gezet. Nee, ik heb maar dat niet. Dus niet ik bewust heb... van nee, mensen zien nee, dat ik dan bij Poont heb nee, gewerkt. Nee, want dat is echt overal terug te vinden. Nee, absoluut niet. Nou, je hebt er al 3 jaar gewerkt. En daar twee, heb je vast... 2 jaar. Iets langer dan 2 jaar als het goed is, nee, toch? 2 jaar. Precies 2 jaar. Maar ja. Daar heb je zegt net lef. Heb je gekregen daar? Ja. En wat heb je er nog meer geleerd? Ik had het al wel een beetje, maar... Vooral het interview van politici. Dat was wel nieuw voor mij. En het is wel... Wat het leuke maken van televisie maken is natuurlijk dat je on the spot een goed antwoord moet hebben. Als je schrijft, dan kan je daar een beetje omheen praten of een beetje omheen schrijven. Dus dat vond ik heel erg leuk. Dat je dus meteen die vraag goed moet stellen. Het antwoord moet goed zijn. Je kan eens een beetje knippen en plakken, maar... En dat je soms aanhoudend kan zijn. Ik heb ook wel eens door de Tweede Kamer achter iemand aangelopen die gewoon geen antwoord gaf. En dan toch volhouden. Tot je de deur in je neus krijgt. Dus dat heb ik dat daar wel geleerd. Dat heb je kunnen meenemen. Ja, mooi. Ik kan me voorstellen dat er ook nog best wel wat vragen zijn vanuit het publiek. Dus dit is het moment, als je een vraag hebt, ga staan. Of nog niet, dat kan ook. Was wel iemand, hè? Ja. Oh ja, ik klik even mijn ding hier aan vast. En dan komt de microfoon naar je toe. En dan kun je dus achter. Ja. Wat was de vraag? Oh ja. Ja, ik moet even denken wat de aanleiding was ook weer. Denk er goed over na. Je vertelde dat je bij Poont best wel vasthoudend was aan politici. En toch een andere stijl van interviewen. Dat je dat iets meer terugziet tegenwoordig. Maar is de journalistiek dan... toch te braaf nog steeds op dit moment, denk je dat? Nee, dat vind ik niet. Nee, ik vind dus wat ik zei, ik denk dat die ontwikkeling die plaatsgevonden heeft, en dan vooral in de politieke journalistiek, is vind ik wel heel, heel goed. En ik vind dat het altijd respectvol moet blijven en zijn. Maar het mocht echt wel meer to the point en wat directer en wat dwingender soms. En dat is inmiddels gebeurd. Ik vind het wel zorgelijk hoe op dit moment over journalisten en journalistiek gedacht wordt in de samenleving. Dat is in Nederland te zien, dat is in Amerika te zien, dat is overal ter wereld te zien. En dat vind ik wel problematisch. Hè? Dat natuurlijk nu heel veel over fake news en eigenlijk wat journalisten brengen. Nou ja, dat niet altijd. En dat is ook goed hoor, niet dat je alles zomaar moet aannemen. Maar ja, die beroepsgroep wordt in twijfel getrokken. De geloofwaardigheid, de kwaliteit, dat vind ik heel zorgwekkend. Want de journalistiek is de lijm die de democratie bij elkaar houdt. Dus maar even terugkomend op jouw vraag. Nee, ik denk dat wij in Nederland heel erg trots mogen zijn op ons journalistieke bestel en de pluriformiteit in de media. Die is gigantisch voor zo'n klein landje. Dus ik denk dat we het best aardig doen. En jullie komen daar straks allemaal natuurlijk bij. En
Daar ben ik ook wel. Misschien mag ik straks ook een vraag aan jullie stellen. Maar... Ja, tuurlijk. Ja. Is dat ruimte voor. Is jouw vraag zo beantwoord? Top. Nou, dankjewel. Nou, dan gaan we nu door naar vast rubriekje. Dat heet Dilemma Donderdag. En dan stel ik 2 dilemma's aan jou voor. En dan moet je er eentje zo snel mogelijk kiezen. Po Janneke of Eo Janneke? Eo Janneke. Wielrennen of dansen? Dansen. In of uit de prostitutie? Uit. Carnaval of Koningsdag? Koningsdag. Pino of Sufjan? Pino. De bijne. Sofion. HP De Tijd of De Pers? Oeh, dit vind ik heel moeilijk. De Pers. Goed, ja. Zo. Je partner Thijs als wielrenner of je partner Thijs als journalist? Mijn partner Thijs als journalist. Oké. Okay. Hakken of sneakers? Sneakers. En docu's maken of het nieuws presenteren? Docu's maken. Dankjewel. Lastig? Ja. Ja? Die wijn. Oh, het ging er potjes hoor. Ja, de wijn was wel het moeilijkste. Die was het moeilijkst. Ja. Oké, nou dan gaan we verder naar de docu's. Oh, nog een dilemma. Oh, nog iets. Oké, nou, ik weet niet zoiets. Nou, ja, beter. Spannend muziekje ook, ja. Je hebt er 2 gemaakt. Janneke in de prostitutie en Janneke uit de prostitutie. Ja. In gaat vooral over hoe het werk in de prostitutie is. En uit lag de nadruk wat meer op de sekswerkers die erover nadachten om de industrie achter zich te laten. Laten we even naar kijken. Seks met 20 tot 25 mannen per dag. Dat wordt geen project, dat wordt gewoon een samenwerking. Maar hoe zit het? Wat gebeurt hier nu echt? Why did you become a prostitute? Because in Romania, if you do a normal job, you work only for 100 euro. What you do with 100 euro? You make money for, I hope, my family, my daughter. En waar lette je dan op als je die berichtjes stuurde? Wat voor meisjes koos je daarvoor uit? Ik ga dan kijken naar profielen van meiden die weinig foto's hebben van zichzelf, die er lelijk uitzien. Ja, dat zijn nou net de mensen eigenlijk die het meest kwetsbaar zijn. Ja, daar jagen we gewoon op. Uit frustratie over het gemak waarmee klanten en employers minderjarige meisjes en jongens misbruiken, zet het OM sinds een paar weken lokprofielen in. Dat is voor het eerst. En ze weten nog niet wat de rechter hiervan gaat vinden. Dus vandaag presenteren wij ons als Levi online. Dit is een niet bestaande jongen, dus het is een virtuele creatie. Ja, dan zijn we natuurlijk benieuwd hoe er wordt gereageerd op het moment dat we zeggen dat we 16 zijn. Dat is lekker jong. Heb je al ervaring met mannen voor geld? Oké, dus hij heeft er geen probleem mee? Nee. Er is nog niemand die zegt ik haak af? Nee. Hoe vond je het om terug te zien? Ja, heftig. Ja, die eerste serie die hebben wij zelf offline gehaald. Er staan stukjes van op YouTube, daar hebben jullie het ook vandaan. Mm-hmm. Ja, ik vind dat wel weer. Dat heb ik dus al een tijd niet zelf gezien. Dat komt al wel weer even binnen. Ja, ja heftige beelden. Wat wilden jullie bereiken met de documentaires? Nou, Janneke in de prostitutie, die hebben we gemaakt zeg maar vanaf rond 2012 zijn we eigenlijk daarmee begonnen. En uiteindelijk is hij in 2015 uitgezonden. Dus we hebben echt wel een aantal jaar daar aan gespendeerd. Voor mij was het altijd al een onderwerp waar ik mee bezig was. Het was voor mij een soort... Ik kende in mijn studententijd een aantal kennissen, vrienden die wel eens naar prostituees gingen. En die spraken daar altijd zo denigrerend over. En ik dacht tegelijkertijd vinden wij het een normaal beroep in Nederland. En ja, hoe zit dat nou? En wat speelt er eigenlijk allemaal? Is het allemaal eigenlijk wel zo goed geregeld als we het doen voorkomen? En de EO, want ik ben niet gelovig. Maar zij vonden dat onderwerp ook heel belangrijk. Dus daar hebben we elkaar echt in gevonden. En we zijn er helemaal ingedoken. Ja, we wilden eigenlijk gewoon... Nederland heeft ervoor gekozen om het bordeelverbod op te heffen. Dus prostitutie legaal te maken. Wat zijn daar eigenlijk de gevolgen van? En wat gebeurt er allemaal in die wereld? Dat wilden wij inzichtelijk maken. Dus laten zien wat er gebeurt in de wereld. En wat de misstanden zijn. En is het eigenlijk wel zo'n normaal beroep? Ja. Ja. En die docu die maakte heel wat los, zowel bij de kijkers als bij jezelf. Je hebt ook iets meegenomen in dit geval aan wat je doet denken aan de docu. Ja. Je leren jasje. Kun je daar wat over vertellen? Waarom doet het jou daaraan denken? Ja, dit was dus het jasje wat ik inderdaad eigenlijk droeg tijdens alle opnames van de eerste serie. En het is voor mij eigenlijk symbool gaan staan. Het is natuurlijk een huidje, een leren huidje. Maar voor een tweede huid, een dikkere huid eigenlijk, die je als journalist ook moet hebben. Wat je zei, er kwam ontzettend veel los bij die serie. Het was echt wel een andere tijd nog dan, want dat merkte ik ook aan die tweede serie uit de prostitutie die vorig jaar uitkwam. Dat was al heel anders. We zijn ook wel anders gaan denken over bepaalde dingen. Maar zeker in die tijd is er een hele agressieve pro-prostitutie lobby die eigenlijk iedereen die
die kritische vragen stelde, heel hard aanviel. En dat gebeurde bij mij ook. En dat had ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Dus Was dat lastig? Nou, dat vond ik best wel moeilijk, ja. Want je wil natuurlijk eigenlijk... ik kreeg heel veel positieve reacties ook. Maar ja, ik kreeg heel veel kritiek. Ook hele nare... Er wordt ook heel veel geld verdiend in die wereld. Dus er zijn heel veel mensen die daar helemaal niet op zitten te wachten. Dan heb je het meer over mensen die echt uit die wereld zelf komen. En daar veel geld in verdienen. Mm-hmm. Dus dat waren best wel stevige... stevige tegenwind die ik kreeg. En ja, dit jasje staat... Dus denk je ook dat je het jasje nodig had? Echt een dikke huid nodig had in die zin? Ja, ik heb dat toen gekweekt. Ik ben daar dus nu, dat heeft mij wel veel geleerd. En ik ben inmiddels daar, kan ik daar beter mee omgaan. En weet ik ook van, als je bepaalde onderwerpen aanzipt, dan kan er heel veel kritiek komen. Maar dat houdt me niet tegen en ik ben daar ook niet meer bang voor. Dus ik heb er wel veel aan gehad. En dit jasje hangt dus ook nog altijd in mijn kast. En af en toe kijk ik ernaar en denk, en dat vind ik ook wel belangrijk. Om hier vandaag te bespreken. Ik denk dat als je echt wat aan wilt kaarten als journalist, je altijd tegenwind kunt verwachten en kritiek. En dat je daar ook vooral niet bang voor bent. Dat je je niet laat tegenhouden. En dat je durft te staan voor wat jij boven tafel wil krijgen. Wat het dan ook mag zijn. Ja, dat heb je daar geleerd. Nog even dan over kritiek. Want vooral over het eerste deel was er dus kritiek. Mensen vonden dat het niet een goed beeld gaf. En dan vooral dan dat er een kant miste. Zeg maar, dus vooral de kant van de sekswerkers die de prostitutie wel erg leuk vinden. Snap je dat? Snap je die kritiek? Dit is José. Die vindt, althans in de eerste serie, was zij echt de koningin van de wallen. En echt een zelfverkozen prostituee en SM-dominatrix. Dus zij kwam uitgebreid aan bod in onze serie. Dus er zaten zeker een aantal vrouwen in die dat zelfverkozen doen. De realiteit is gewoon niet zo rooskleurig. Dus deze vrouw... Die zat bijvoorbeeld ook in mijn tweede serie, waarin zij terugkijkt op haar werk en zegt: het was vreselijk. Ja. Ik heb daar gigantische trauma's aan overgehouden. En maar kan iedereen afraden. Toch zijn er mensen die dan zeggen dat die het wel heel erg leuk vinden. Dus of. Ja, nee, die zijn er. Dus en die zijn er. En daar heb ik ook alle respect voor. Alleen onze serie ging over. Eigenlijk met name over een stem geven aan een hele grote groep mensen die in de prostitutie werken. Die dus geen stem hebben. Dus je hebt een heel klein mondig groepje sekswerkers die altijd van zich laten horen. Die zijn op een handje te tellen. Het overgrote deel in de prostitutie in Nederland gaat over die andere groep. En daar wilden wij aandacht aan geven. Want die andere groep die is al heel veel gehoord in de media. Ja. Maar hoe vond je het dan om achteraf dan toch te horen van ook een aantal mensen van... ja, maar dat klopt niet, want er zijn dus ook mensen die het wel fijn vinden om in de prostitutie te werken. Ook al had je goed gefactcheckt en naar de cijfers gekeken, ging je toen ook eigenlijk aan jezelf even twijfelen dat je dacht, oh, maar is het dan eigenlijk wel goed onderzocht? Of was je nee, het we hebben echt, niet ik eens? Heb echt supergoed onderzoek gedaan en we werkten samen met OM. Die zeggen zelf in die tijd, ik weet niet hoe ze dat nu zien, maar die zeggen zelf 70% van de vrouwen die wij treffen, die staat gedwongen, werkt gedwongen. Nou, dat is een gigantisch getal. Maar zelfs als je van de meest sumiere schatting van 10% uitgaat, dan heb je 1 op de 10 vrouwen en mannen die daar dus gedwongen staat. Dat is dus ongelooflijk, hè? Als je daar even een stapje van terugneemt. En dat is voor mij altijd het leidmotief geweest, ook voor die serie, dat ik daar aandacht voor wilde vragen. En ik zeg daarmee niet dat er niet vrouwen of mannen zijn die het wel leuk vinden. De misstanden wilden jullie. Ja. Maar laten we ook eens kijken naar die andere grote groep. Of die andere grote groep, de grootste groep. Dus dat was voor mij... En natuurlijk is dat moeilijk. Maar er waren ook vrouwen die wij hadden gevraagd om mee te werken met de serie. Die zeiden nee, dat wil ik niet. En die achteraf zeiden ja, ik ben niet gevraagd. Dus dan krijg je allemaal dat soort dingen. Nee, ik vind dat wij een heel allround beeld hebben laten zien. En ik sta daar nog steeds volkomen achter. Ja, oké. En de documentaire, de eerste reeks, die is niet meer te bekijken online. En dat gaat om veiligheidsredenen. Het ging om veiligheidsredenen van een van de sekswerkers. Hoe zit het precies? Waarom de regisseur heeft eigenlijk besloten, omdat er toch heel veel vrouwen heel eerlijk en open hun verhaal vertellen. En inmiddels is het al zo lang geleden. Zij vond het wel
Zij vond het eigenlijk netjes om op een gegeven moment die serie offline te halen. Omdat mensen gaan verder in hun leven. Hebben misschien nu ander werk of andere dingen. En dat was haar overweging. Vind je dat zelf? Want je stopt heel veel werk in zo'n docu. Ja. Gigantisch veel werk. Het staat eindelijk online en dan moet het uiteindelijk in één keer offline. Heb je dan niet het gevoel van, ja, waar heb ik het dan voor gedaan? Ja, dat is zeker moeilijk. Maar ik begrijp haar overweging in deze ook wel. We zijn 7 jaar verder. Hij is veel bekeken. En ik heb hem zelf nog op een dvd'tje. Dus ik kan altijd stiekem nog eventjes terugkijken als ik wil. Het is niet dat jullie te onvoorzichtig zijn geweest of zo. Dat het uiteindelijk eraf moest gaan. Nee. Iedereen die de gevaar liep is onherkenbaar gemaakt. Ja. In de zin met gegriem en pruiken en stemvervorming. Ja. Oké, nou om een duidelijk beeld te geven, zei je, van de prostitutie, hebben jullie met meerdere mensen gesproken. Daar hebben we ook weer een fragmentje van. Hey. Hi. Even zitten. Ja, hij is een hele leuke gozer. Ging het goed? Ja, ja. Maar hij komt soms moeilijk klaar. Hè? Dus het duurde even. Nee, geef niet flake. Ik had hij 50 betaald. Ik zeg, geef nou maar 30, want ik vind je niet leuk. Als hij niet klaar komt, weet je, dan betaalt 50 euro. Hey, hallo. Hi. Ik wil je even wat vragen. Wij zijn bezig met een onderzoek en waren even benieuwd wat jouw beweegredenen zijn om af te spreken met een meisje wat onder de 18 is. Dus het is gewoon vrijblijvend. Het niet, heeft geen legal consequences. Of... We zagen ook de eerste keer voor zo'n leeftijd. Ja. Ik heb zelf ook een dochter van, die wordt bijna 16. Mm-hmm. Het mag niet, het is gewoon strafbaar en mag niet voorkomen. Maar ja, je weet hoe dat gaat met die jongens en met die meiden. Ja, je weet hoe het gaat met die jongens en die meiden. Ja, dit waren klanten die met een minderjarig meisje naar bed wilden. Ja, ja. Ook heftige beelden. We zagen het al. Je hebt dus met verschillende mensen gesproken. Klanten, boyers, sekswerkers. Hoe zorgde je ervoor dat zij hun verhaal wilden doen? Op beeld. Ik steek heel veel tijd in band opbouwen met mensen. Dus bijvoorbeeld met Mia, dat meisje wat je daar ziet. Daar heb ik denk ik wel 3/4 jaar achteraan gezeten. Contact houden. Zo iemand verdwijnt weer. Ik heb 5 keer voor niks in Hotel New York gezeten. En dan kwam ze niet opdagen. Ja, soms is het gewoon een kwestie van volhouden. En dat iemand ziet van, hey, er is echt interesse in mij. En het is oprecht... die interesse is oprecht. En ik investeer ook echt in een band opbouwen met mensen. En dan krijg je dat in veel gevallen terug. Dat ze mee willen werken. Die klanten die heb ik natuurlijk in die zin overvallen. Die waren natuurlijk niet vrijwillig. Maar wat zijn, want zeg maar, het is hier, gekomen. Zag je het niet. Maar jullie zeiden van, ja, we zijn niet van de politie. Het heeft geen consequenties. Maar was dat makkelijk? Jullie lokken dan een boyer in een hotelkamer in en dan ga je dan vragen wat klanten, doen jullie? Dit zijn klanten. Klanten, ja. 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 Nou, ook met boyers hebben jullie inderdaad gesproken, ja. Maar ja. Wat zeggen jullie dan? Van, wil je verhaal doen? We zijn bezig met een onderzoek. Maar meteen aangeven natuurlijk dat we niet van politie zijn, dat ze niet aangegeven worden, dat hun anonimiteit gewaarborgd is. En, ja, en ze zijn vrij om dan natuurlijk weg te lopen. Dat doen ze niet. Ze gaan toch vaak in zo'n situatie zijn mensen natuurlijk toch overvallen en dan gaan ze vaak toch praten. En we hebben voor deze vorm gekozen omdat ik het juist belangrijk vind om ook die klanten zijn zo'n belangrijk onderdeel van. Dit gaat dan over kinderprostitutie in Nederland. Die zijn de hele reden dat kinderprostitutie bestaat. Dus ik wilde ook gewoon aan ze vragen, ja, wat beweegt jou dan om dat te doen en waarom? En vond ik belangrijk. Ja, en dan tijdens zo'n interview, dan stellen die vrouwen zich natuurlijk heel erg kwetsbaar op. Die stellen hun eigen verhalen, worden ook heel erg emotioneel. Maar hoe zorg je dan dat je dan zelf dat interview goed voert en dat je dat goed aanvoelt, dat je dan hoe je dingen moet zeggen? Ja, dat is een beetje wat ik net al zei, dat ik die vrouwen eigenlijk al heel goed ken. En zij kennen, of heel goed, het is niet dat we dan het beste, maar we hebben elkaar al een paar keer gezien, we hebben veel met elkaar gesproken. We hebben een band opgebouwd, ze voelen zich veilig bij mij. En dan gaat zo'n gesprek ook natuurlijk, dan voelt iemand zich ook veilig om emoties te tonen. Of ik heb af en toe ook zelf emoties. Nou, die kunnen er af en toe ook gewoon zijn. Ik vind dat vind ik juist fijn, dat we met elkaar zo'n sfeer hebben. En dat vind ik ook het hele mooie aan dit soort series maken. Dat je dus zelf, en dat miste ik toen ik bijvoorbeeld in de studio stond, dan had je dat natuurlijk helemaal niet. En dat vind ik echt
iets heel erg moois ook van de serie die ik nu aan het maken ben over jeugdzorg met een aantal jongeren. Ja, dat contact met die jongeren zelf is gewoon geweldig. Ja, dat contact inderdaad. En ook zoals je dan nu zegt, van ja, zelf heb je ook emoties. Die zien we af en toe ook terug in de docu. Ik neem aan dat dat natuurlijk heel veel met jou doet ook. En de gast van vorige week, Saskia Belleman, die heeft hier ook een vraag over voor jou. Dus daar gaan we even naar kijken. Okay. Dag Jojo, leuk dat jij nu zit op de stoel waar ik vorige week zat. En jij hebt me wel eens geïnterviewd in verband met jouw documentaires over prostitutie en mannen die minderjarige meisjes, seks hebben met minderjarige meisjes. Ik weet dat jij altijd ongelooflijk veel research doet naar een onderwerp, dat je diep induikt, dat je praat met slachtoffers, dat je praat met daders. En ja, de vraag die mij ook wel eens wordt gesteld, word je daar niet soms ongelooflijk verdrietig van? En heb je niet het gevoel van, in wat voor samenleving leven wij eigenlijk? Ja, dat heb ik zeker. Saskia, ik ken Saskia goed. Ze heeft inderdaad in de tweede serie meegewerkt. Als iemand die natuurlijk heel veel van dit soort zaken voorbij ziet komen. Van klanten die voor de rechter moeten komen omdat ze met een minderjarige seks hebben gehad. En we hebben het daar samen ook wel eens over gehad. Van ik heb daar wel echt, zeker ook na de eerste serie, heel erg lang last van gehad. Van een heel donker wereldbeeld. En dat je denkt, oh, alle mannen zijn vreselijk en seks is vies. Merk je dat ook in je dagelijks leven dan? Ja, tuurlijk. Ja, want je gaat toch met een andere blik naar mannen kijken. En als het gaat over kinderprostitutie, dat is gewoon, ik kan daar niet bij dat je dus dat je betaalt om seks te hebben met kinderen. En we hebben ook in de serie vanuit de prostitutie ging het ook over, hebben ook heel veel op het dark web gezeten bijvoorbeeld. En omdat er allerlei handboeken rondgaan van hoe je kinderen bijvoorbeeld via TikTok zover kunt krijgen om zich uit te kleden en dingen te doen, hè, hoe je ze onder druk kan zetten. Nou ja, wat je daar allemaal ziet, dat is wel werkelijk zo afschuwelijk. Ja, gaat helaas nooit meer van je netvlies af. Maar dat neem je wel mee. Ja, dus dat gaat nooit meer van je netvlies af. En je doet dit voor een goed doel, namelijk om die docu's te maken. Vind je dat het dan nog steeds wel waard? Ja. Zou je dat opnieuw doen, denk je, als je weer de kans krijgt? Ja, zeker weten. Ja, ik vind het absoluut waard. Ik ben nu ook wel beter in staat om het iets meer op afstand te houden. Moet je ook leren natuurlijk. Maar ik vind daar zo'n groot maatschappelijk belang achter zitten. Dat ik dat vind het ik absoluut waard. Jullie krijgen er hulp bij, toch? Soms heb ik daar ook gesprekken over gehad. Om daar gewoon mee te dealen. Hoe moet je dat een plek geven? En terug dan over die documentaire series. Die heb je gemaakt voor de EO, de Evangelische Omroep. Maar ik vraag me dan wel meteen af, is dit een onderwerp wat daarbij past bij de EO? Ja, dat verbaasde mij ook toen ze mij voor het eerst belde. Ik dacht, hé, jullie met dit onderwerp, dat weet ik niet zo goed. En toen zijn we gaan praten en dat is al 10 jaar, ik werk al 10 jaar met ze samen. En sindsdien zijn we eigenlijk altijd verbonden gebleven. En wij vinden elkaar dus heel erg, juist ook in, er is er nog een tijdje zelfs sprake van geweest dat de Pauwnieuws en de EO samen zouden gaan. Heel, heel apart is niet gebeurd uiteindelijk, maar ergens leken die omroepen. Ja, ergens leken ze toch wel omdat. En de EO, je denkt, ja, past het bij de EO? Maar de EO heeft best wel, die durft echt wel dingen. Dat is me ook wel, anders had ik ook niet al die programma's met ze gemaakt. Ze durven echt dingen. En als ik het idee zou hebben van, daar moet een soort christelijk sausje over of een soort maagdelijk sausje of zo, dan zou ik het nooit hebben gedaan. Waarom hebben ze dan besloten om deze docu te maken over prostitutie? Met de EO? Ja. Waarom heeft de EO besloten om dit waarom? Te doen? Nou ja, zij vonden dat onderwerp, net als ik, heel erg belangrijk. En ja, we vonden elkaar echt in de manier waarop we daarnaar kijken. En we wilden de discussie daarover aanzwengelen. En dat is heel erg fijn. En de EO is ook een omroep die echt heel veel tijd wil spenderen. Een hele goede journalistieke omroep. Mm-hmm. Maar ze wilden dus laten zien ook dat hoe misselijk die wereld is. Of kan zijn, wat de misstanden zijn, waarvan weggekeken wordt. Maar als je dan kijkt naar de EO en naar wat hun beeld misschien kan zijn over prostitutie, vind het een belangrijk onderwerp inderdaad. Maar welke kant je dan belicht, dat is misschien wel lastig. Want je had zelf bijvoorbeeld gezegd in 2012, voordat je begon aan de docu, dat je prostitutie idioot vindt. En de EO heeft misschien ook een bepaald beeld bij prostitutie vanuit de geloofsovertuiging. En allebei die ideeën, zorgt het er dan wel voor dat het goed werd belicht? Of is het dan wel
gevormd op een bepaalde manier? Nee, de EO heeft niet een idee over prostitutie vanuit geloofsovertuiging. Want er lopen heel veel christelijke mensen op de wallen, kan ik je vertellen. Dus dat heeft niet met het geloof te maken, als wel met dat de EO staat voor zwakke mensen of mensen in onderdrukte posities. Dat is de reden waarom dit onderwerp hen aanspreekt. En ja, ik ben eerlijk over het feit dat ik moeite heb met prostitutie. Daar durf ik heel eerlijk over te zijn. Daarom heb ik er ook 2 series over gemaakt. En misschien dat ik er nog wel een derde over ga maken een keer. Ik wil dat we daar gewoon heel kritisch naar blijven kijken. Omdat er lijden zo enorm veel mensen in deze wereld. En dan kan je heel leuk met z'n allen blijven zeggen vrijheid, blijheid. Nou, het heeft daar echt helemaal niks meer mee te maken. Dus dat zal ik blijven zeggen. Maar je zegt dus het is niet gevormd omdat jouw doel gewoon ook was om de misstanden te laten zien. En niet beide kanten. Zeg maar niet per se maar de sekswerkers. Zeg maar, objectief? Kunnen we het zien als iets objectiefs op het moment dat je eerst al denkt van ja, prostitutie is iets waar ik misschien niet helemaal achter sta. Denk je dat het dan wel objectief is belicht? Nou ja, en dat vind ik inderdaad een belangrijk onderwerp. Objectief, subjectief. Ik denk, in de journalistiek wordt natuurlijk heel erg veel nadruk gelegd op objectiviteit. En ik vind, als we gewoon eerlijk zijn, we zijn allemaal mensen. Iedereen hier in de zaal zit is een mens en is straks een journalist. En of je nou woorden gaat schrijven of radio gaat maken of televisie gaat maken, jouw woorden die komen uit jouw handen en die komen niet uit de lucht vallen, hè, op de krant. Er zit altijd een mens tussen. Dus je kan nooit beweren dat journalistiek puur objectief is. Het bestaat gewoon niet. Elk mens heeft een politieke voorkeur of ideeën of gevoelens. En ik denk dat het een belangrijk onderscheid moet zijn. Ik vind dat je als journalist onafhankelijk en kritisch moet zijn. Maar als je kijkt naar journalisten die succesvol zijn of die werk echt kunnen doen wat hun na aan het hart ligt, dan zie je ook dat het vaak mensen zijn die durven te staan voor hun gevoel, voor dingen die ze naar boven willen brengen. Of dat nou journalisten zijn die achter Harvey Weinstein aangaan, of journalisten van de New York Times die Pornhub helemaal onderuit hebben gehaald. Maakt niet uit, maar dat zijn mensen die durven laten zien, ja, ik vind hier wat van. Mening laten zien. En als je dan naar jezelf kijkt, jij werkt dus niet op een objectieve manier? Nou, natuurlijk wel. Alleen ik vind dat als jij zegt ik ben objectief als journalist, ik ben 100% objectief, dan vind ik jou onbetrouwbaar. Dus ik vind. Dus je denkt dat niet bestaat. Nee, dat bestaat gewoon niet. Maar onafhankelijk en kritisch zijn jullie wel geweest. Onafhankelijk en kritisch vind ik heel erg. Dat vind ik twee belangrijke dingen in de journalistiek. Maar dat wil niet zeggen dat je niet bepaalde dingen over het voetlicht mag brengen. Ja. Als jij alleen maar voor tegen, dan heb je geen programma. Hè? Je kan niet een programma maken met, als ik het heb over uit de prostitutie. Nou, er zijn heel veel kinderen die in de prostitutie werken die zeggen ik vind het heel erg leuk. En ik doe dat echt uit eigen overweging. En daar zit natuurlijk altijd een pooier achter of een vriendje waarvan ze denken. Ik bedoel maar te zeggen, soms is het wat het is en moet je ook niet bang zijn om dingen te laten zien. Kijk, je kan voor elke misstand die er is, is er wel iemand die misstand ontkent of die zegt, het valt allemaal wel mee. Maar ja, dat is niet journalistiek bedrijven. Het is niet de misstand laten zien en daar dan per se weer iets anders tegenover moeten zetten. Ja. En dat bedoel ik met, je moet kritisch zijn, je moet onafhankelijk zijn. Ik heb me niet laten betalen door anti-prostitutiebewegingen. Okay, je zegt het is niet gevormd. Nee, natuurlijk niet. Maar misschien is het een beetje flauw, maar de docu heeft persfoto's gemaakt waarbij de EO jouw dat is geweldig. Ik heb laatst met deze fotograaf nieuwe persfoto's gemaakt. Toen hebben we gezegd, laten we het décolleté maar gewoon meteen weglaten. Toen hebben we nog heel erg gelachen om. Ja, dit vind ik heerlijk. Heeft de EO dit zelf besloten of heb je dit gedaan? Was blijkbaar. Ja, ik heb al niet zo'n wilderig décolleté, dus ik was hier natuurlijk heel blij en trots mee, maar zo is de foto geworden voor iedereen. Dat is de foto geworden, zit. Maar hij is wel bewerkt. Links is echt. Waarom hebben ze dat gedaan? Ja, het is niet gevormd, maar toch mag dat er niet op staan. Ja, ik weet blijkbaar niet. Hebben ze niet een overleg met jou gedaan. Nee, en we weten dus ook niet. De eindredacteur van de serie had ook geen idee. Weet je, dat doet dan iemand bij de. Ik kan het je eerlijk gezegd niet eens vertellen wie dit. Ik denk iemand van de mediaafdeling die dat dan heeft bedacht. Van nee, laten we dat nou maar. En als je het moet inschatten, waarom denk je dat ze het hebben gedaan?
ja, dat ze dat toch wat netter vonden. En het was natuurlijk al... ze gingen samenwerken met Joanneke van Pauw Nieuws. Dachten, laten we het dan toch nog een beetje zedelijk maken, denk ik. Maar op zich, zo erg is het toch ook weer niet? Zeg maar, dat zeg ik foto, net. Ik wou dat ik dubbel D had en dat er echt wel te zien was. Maar, maar dan is het toch een beetje gek. Dan, zeg maar, dan ligt dat dan aan omdat het een gelovige omroep is. Ja, dat het niet mag, wat zegt het over een omroep dat ze dan dat toch wegwerken? Dat ze toch niet de werkelijkheid laten zien, zoals links? Ja, nou ja, laten we even wel wezen. Elke foto wordt gefotoshopt tegenwoordig. Hè? Dat is in dit geval is dat met décolleté. Bij iemand anders wordt zijn neus rechtgetrokken of worden de ballen weggehaald. Dus in die zin... dat heeft niet zoveel met de werkelijkheid te laten zien te maken natuurlijk. Ik vond het hilarisch. Het heeft heel veel aandacht voor het programma gegenereerd. Dus ik dacht, prima. Doe er nog maar een paar meer zo. Kijkcijfers. Meer kijkcijfers, okay. Ja. Zijn er tussentijd nog vragen uit de zaal? Mensen die er zitten? Niemand? Heeft helemaal niemand een vraag? Dat kan niet. Heb jij wel een vraag? Nou, dan komt hij naar je toe. De microfoon. Komt eraan. Hij is onderweg. Hi, ik had eigenlijk al een vraag en dat ging over de aflevering of de documentaire die offline was gehaald. Je zei dat de regisseur dat wilde, die had dat liever, maar stond je daar zelf uiteindelijk ook achter? Nou ja, ik vond het eerst moeilijk, precies omdat je zegt, denk ja, we hebben heel hard aan die serie gewerkt en nu is het niet meer te zien. Dus ik vond het best wel lastig en later denk ik, ja, het is wel... Er zit ook wel wat in. Het is wel menselijk om te doen. Het is niet per se wat je als journalist het liefst zou willen. Maar dat is dan ook weer de EO. Dat vind ik dan wel weer mooi. Zij denken heel erg aan de mensen. Kijk, als je gewoon alleen maar aan jezelf denkt, dan laat je dat erop staan. Maar zij zijn een omroep die heel erg bezig zijn met mensen. En dat vind ik dan ook wel weer mooi. Ik moest er even van slikken. Maar ik vind ook wel weer heel veel zeggen en voor spreken. En zij vinden dan op een gegeven moment moet je die mensen in bescherming nemen. Is het... 8 jaar later en ja, zijn ze doorgegaan met hun leven. En kijk, er zitten vrouwen in, die zag je in het begin even. Hè, die heeft destijds gezegd, ja, ik wil mijn verhaal vertellen. Ik wil herkenbaar in beeld. Maar goed, wij kunnen geen contact meer met haar krijgen nu. Zij is misschien terug naar Bulgarije of geen idee. En wellicht heeft ze een heel ander leven nu. Hè? Ik weet het niet hoor. En voor dat soort mensen kun je op een gegeven moment zeggen, nou, haal hem er nu af. Ja, ze staat nog steeds op YouTube. Dat is natuurlijk het dubbele ervan. Maar in ieder geval kan je bij de NPO... Kan je maar je NPO snapt het wel. Zien. En je hebt het nog op een DVD. Dus ja, precies. Ik heb de DVD nog. Ja. Na de eerste docu ging je werken bij 1Vandaag als presentatrice. Waar je dus nu ook werkt als radio. Of bij de radio. Daar hebben we wat beelden van. Dit is 1Vandaag. In studio nog steeds Remco Teulings, politiek verslaggever. Ja, Remco, boosheid, teleurstelling ook bij Baudet. Maar dit zat er toch ook wel een beetje aan te komen. Daar in die hoek zitten mensen die je eigenlijk op geen enkele andere redactie in Nederland vindt. Het zijn onze eigen onderzoekers van het 1Vandaag opiniepanel. 77% gelooft daar niks van. En als Syrië veilig is, dan moeten ze naar hun eigen land maar terug. Maar Syrië is niet veilig, meneer Wilders. De afgelopen weken zijn er nog tientallen baby's en kinderen gestorven in een vluchtelingenkamp in Syrië. Nou, je noemt 1Vandaag een goed divers programma. Hoogopgeleide, laagopgeleide, eigenlijk iedereen kijkt naar, zei je. Maar wat maakt dat dan voor iedereen? Wel vooral bejaarden natuurlijk, maar 1 miljoen bejaarden. Ja, nee, dat is flauw. De gemiddelde leeftijd van de Nederland 1 ligt gewoon wat hoger. Maar het is fantastisch wat zij natuurlijk aan bereik hebben, het programma. Maar wat maakt het programma voor iedereen? Want je zei het is voor iedereen. Nou, het is wel, ik denk dat 1Vandaag wel een heel toegankelijk... en dat daar doen ze ook heel erg hun best voor om heel toegankelijk te zijn en begrijpelijk te zijn. En ze hebben altijd als slogan eigenlijk... mijn tante Truus moet het ook begrijpen, zeg maar. En dat vind ik heel goed, heel belangrijk. Ja, dat is ook een belangrijke functie natuurlijk van een journalistiek platform. En dat doen zij heel goed, vind ik echt heel knap. Maar denk je dat andere zeg maar, 1Vandaag doet dat dus... maar vind je dat anderen dat dan niet doen... minder goed? Nee hoor, nee. Ik Nieuwsuur is ook een prachtig programma en kwalitatief zeer hoogstaand. Ook voor iedereen. Is ook voor iedereen, maar ik denk dat 1Vandaag nog net iets meer probeert die drempel te verlagen en ook in onderwerpkeuzes ook wel heel erg, zeker sinds de verkiezing van Trump, ook te kijken naar wat er nog meer in de samenleving speelt. Dat doen ze hartstikke goed. In ieder geval een brede doelgroep dus. Ja. En het is voor 1Vandaag ook belangrijk dat grote opiniepanel, dat jullie dat hebben. En er zijn
ruim 50.000 leden. Is het een belangrijke toevoeging aan jullie programma? Ja, ik werk natuurlijk niet meer voor Eén Vandaag televisie. Op maar radio, dan ja, radio val ik ja, af en toe in. Inderdaad. Dat doe ik ook, vind ik ook superleuk, radio. Ja, dat opiniepanel is fantastisch. Want dat is natuurlijk ook die hele binding met de kijkers. En ze maken vaak nieuws met eigen onderzoek. En ja, Gijs doet dat supergoed. Een hele goede vondst. En echt een goede brug tussen de kijker en het programma ook. Dus ik vind het heel erg goed. En jij doet nu dan zelf radio ook. En ik hoorde dus net al zeggen, ja, vind ik superleuk. Dus dan van schrijven naar tv en nu overstap naar radio. Waarom vind je dan nu radio leuk? Ja, nou, ik ben sinds het begin dat ik bij Eén Vandaag werk, ben ik ook op een gegeven moment radio erbij gaan doen. En het was voor mij echt een ontdekking. Ik heb toen gezegd tegen de hoofdredacteur, ik vind dat ook leuk om te doen. Mag ik dat proberen? Ja, zei hij, dus goed. En ik vond het meteen fantastisch. Ik vond het eigenlijk leuker dan het televisiewerk in de studio. Omdat radio natuurlijk vrijer is en je hebt meer tijd voor gesprekken. Nou, je zag net even een interview met Wilders. Weet je, dat moet natuurlijk in zo'n korte tijd, terwijl er iemand op je oortje staat te tetteren, dat je moet afronden of die vraag nog of die vraag. Ja, bij de radio heb je gewoon lekker, weet je, kan je 10 minuten zitten met iemand. En echt een gesprek. En mensen voelen zich vaak ook zelf wat vrijer als ze in een radiostudio zitten. Dus ik ben daar wel verliefd op geworden, op dat medium. En dat is ook wat ik zei, soms moet je ook een sprong durven maken. Dat je hoeft niet je hele leven alleen maar te schrijven of dit of dat. Je kan een uitstap maken. Ja, en soms denk je, wauw, had ik nooit gedacht. Weer over televisie. Over televisie zei je een keer dat er een opgestaan is plaatsvergaan cultuur heerst. En dat daardoor mensen hun ambities laten schieten. Dus bij jou niet het geval geweest. Maar hoe kan dat? Nou ja, ik denk als je een presentatierol, daarvan zijn natuurlijk niet heel veel plekken. Dus ik denk dat het ook best wel eng is om dat op te geven of om te denken, ik wil toch iets anders doen. Maar voor mij, ja, ik vind wat ik al eerder aangaf, het maken. En dat is ook wat ik een beetje miste zelf in de studio. Wat een fantastische leerplek is natuurlijk. En waar ik ook heel veel ervaring heb op mogen doen. Maar wat ik heel erg miste was het echte, het maken, het onderzoek doen. Het contact met mensen. De onderwerpen die mijzelf heel erg raken. Hè, die agenderen. Dus dat is wel uiteindelijk waar mijn passie ligt. Dat heb je gedaan, want voor de docu ben je bij Eén Vandaag gestopt. Vond je dat eng? Want je zegt het is eng om vooral zo'n rol te neer te leggen. Het was eng om te erkennen dat ik dat leuker vond. Omdat aan de ene kant denk je natuurlijk, het is een hele mooie plek, hè, zoiets. En wat ik zei, super leerzaam en een heel mooi programma, prachtig platform. Dus het is best wel eng om dan bij jezelf op een gegeven moment toch te erkennen van, ik wil toch misschien iets anders. Ja, of toch even een nieuwe stap. Het zit ook wel in mij. Ik ben ook niet, ik vind het altijd leuk. Ik heb nu weer plannen voor een boek, weet je wel. Dus ik ben altijd wel aan het alles voor nieuwe dingen en nieuwe dingen proberen. En zoals je ook zei, je hebt veel geleerd ook. Wij hebben altijd dat we elke week een tip geven aan de studenten. Dus heb jij een tip aan deze studenten die hier zitten? Ja, ik denk dat borduurt eigenlijk een beetje voort op waar ik het eerder had. Ik denk dat je als journalist echt buiten de gebaande paden moet durven treden. Dat je niet bang moet zijn om iets geks te doen, om eigen te zijn of om te voelen. Hè? Dus we hebben het over objectiviteit, subjectiviteit en alles wat erbij hoort gehad. Maar ik ben echt van overtuigd dat als je je gevoel volgt en je hart volgt, dat je dan de mooiste dingen kunt maken. Dat je dan echt komt tot projecten waar jij zelf, waar jouw passie ook in doorstraalt. En dat het mooiste werk oplevert. Dus durf buiten die gebaande paden, durf eigen te zijn, durf gek te zijn, durf een grap te maken of op je bek te gaan. Maar ja, durf te voelen. Dat vind ik echt een hele belangrijke tip als journalist. Durf te voelen en ga daarop af. Ja, nou dankjewel. Mooie tip. Durf te voelen, jongens. goede tip. Ik denk dat het wel goed komt. Ja, en dat het inderdaad goed komt. Even kijken, dit is de laatste, dit is het laatste moment om een vraag te stellen. Dus als jullie nog brandende vragen hebben, dan sta op. Ja, ik heb eigenlijk wel een vraag aan jullie, als dat mag. Want ik ben wel erg benieuwd, want jullie vroegen net in het begin even van, hoe staat het nu met de journalistiek? Dat ging dan over kritische vragen stellen. Dus laat ik hem even aan jou terugstellen. Hoe vind jij dat het staat op dit moment bij de journalistiek? En wat moet er veranderd worden? Of waarvan denken jullie nou, als wij straks journalist zijn en afstudeert, wat gaan wij dan anders doen? Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Ja, wie wil hem beantwoorden? Wie weet het? Jij mag hem beantwoorden. Ja. Ik denk, shit, had ik maar nooit wat gezegd. Misschien vind je het wel helemaal goed zoals het is, hoor. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar wat jullie
missen of zeggen van nou, dat gaan wij, ja, gaan wij anders aanpakken. Er schiet me eerlijk gezegd niet gelijk iets te binnen waarvan ik zeg dat moet anders. Maar, wie heeft dat wel? Wie heeft er zoiets van nou, dit ga ik, wil ik, zou ik anders doen? Of dit, hier is nog behoefte aan, of dit zien we niet genoeg? Ik denk met de pet. Ja, die dacht ik ook al. Die zat ook al in. Jij. Is dat na te denken? Ik zie het. Jij weet redden? Wat. De man met de pet. We hadden we allebei ons hoofd. Ja, nee, ik denk niet dat ik, als ik nu net als Pepijn zeg van, er is iets wat ik heel erg graag wil veranderen. Maar ik denk wel dat de journalistiek tegenwoordig heel erg in de lift zit. Als je ook kijkt naar nieuwe omroepen die bestaan, die een ander geluid willen laten horen. Dus ik denk dat daar al heel erg veel mee bezig, dat er heel erg veel mee bezig wordt gedaan. Dus je bent wel tevreden eigenlijk. Tot nu toe denk ik dat het wel lekker gaat. En wie weet als wij afgestudeerd zijn, dat er dan weer iets anders is. Weer nieuwe uitdagingen. Precies. Ja. Nou, dankjewel. Mooi. Ik vind het een mooi antwoord. Zeker, en ook een leuke manier om een keer een vraag aan het publiek te stellen. Nou, dan gaan we door naar de aankondiging. Ze stond hoog op de favorietenlijstjes met iconische beelden uit 2015. Personen in dit land, staatssecretarissen, ministers, die hebben één zekerheid in het leven. Het kan iedere dag afgelopen zijn. Waar we hier zitten heet Werkspoor Kathedraal. En kathedraal is een prachtig woord. Ik maak een boek en ik wil eigenlijk vooral kijken naar, wat zijn nou de politieke ideeën van Rutte? Hoe zijn die nou gevormd? Wat wil hij echt? Hè? Wat zijn nou zijn echte opvattingen? Wat zijn nou zijn echte drijfveren? Jij zei, als we het decennium bespreken, dat is natuurlijk een grote vraag. Laat mij een fragment zien dat zegt zoveel over Mark Rutte. Als hij één ding mag kiezen wat hij zou kunnen veranderen in Nederland, en dan geeft hij de antwoord op. Misschien is het leuk om het eerst te zien. Wij zijn een democratisch modern land, dan toch zo'n instituut handhaaft. Ik vind dat wel heel bijzonder. Nou, Shaila Shitalsingh dus. Heb jij een vraag voor haar? En zou je die in de camera hier naast ons willen stellen? Ja. Ja, Shaila, leuk dat jij volgende week, nou ja, nu als jij dit ziet, zit jij nu dus op deze stoel waar ik vorige week zat. En ik ben eigenlijk benieuwd naar twee dingen. Eén, wat doe jij als jij even gewoon niet weet waar je kritisch op moet zijn? Waar haal je dan je inspiratie vandaan? Ga je dan onder de douche zingen? Of ga je lopen? Of doe jij microdosing? Ik weet het niet. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. En twee, wat doe jij of hoe ga jij om met seksisme en met vrouwenhaat? Dat is natuurlijk nu een heel actueel onderwerp. Misschien heb je wel eens dickpics gekregen. Of als je een kritische column had geschreven. Wat is jouw advies voor de vrouwelijke journalisten to be in deze zaal? Hoe daarmee om te gaan? Ik ben heel benieuwd. Nou, dankjewel. Hele interessante vraag. We gaan het volgende week horen. Nou, dat was het dan voor deze week, jongens. Janneke, heel erg bedankt voor het komen. En jullie ook allemaal in het publiek. Dankjewel en voor de mooie vragen. Dankjewel. En we zien jullie later. Dan zijn we volgende week weer om 4:00.